Nou, die ruit, die gaat er dus nu komen. Blij? Ja, ik ben ontzettend blij. Vooral blij met de erkenning van het Rijk. Het was eerst heel lang niet duidelijk hoe die ruit precies zou eruit gaan zien. Is het nu wel duidelijk? Nou, nee, dat is nog steeds niet precies duidelijk. Wat duidelijk is, is dat het noodzaak is aangetoond dat die moet komen. En dan kunnen we nu met z'n allen een proces gaan opstarten om te kijken waar die precies moet komen. Maar het belangrijkste is dat we zeker weten dat die er komt. Dat moet een heel zorgvuldig besluitvormingsproces worden, waarbij alle belanghebbende bewoners van het gebied, alle deskundigen mee mogen denken en praten. Kunt u een paar concrete projecten noemen die ik over 10, 15 jaar kan zien? Ja, dat kan. Dat zal misschien nog niet de ruit zijn, want dat kan eventueel nog wat langer duren. Dat hangt er vanaf. Maar dat kunnen ook andere dingen zijn. Dat zou wildtunnels kunnen zijn. Dat zouden nieuwe busstations kunnen zijn. Nieuwe stations voor de NS zelfs. En dat kan ook heel veel nieuwe natuur zijn in het middengebied. En dan zal het voor bestuurders, maar vooral ook voor automobilisten, een zucht van verlichting zijn. Ja, ik denk het wel. Dan hebben we eindelijk die terugvaloptie waar we al heel lang op wachten. Want het is nog steeds zo, als er op de A2 een keer een vrachtwagen schaart of een ander ongeluk gebeurt, ja, dan staat de hele regio muurvast en dan moeten we echt vanaf.